Die gebruikt een heleboel. Hoe weet u dat nu? Hij denkt dat dit nog een douchekop is die ongeveer 10, 12 liter per minuut verbruikt. Het meeste hier is te verdienen met het warme water. En dat scheelt dadelijk, als we daar een beetje de goede richting in hebben, scheelt dat 80 euro per maand. En dat is hetgeen waar je kunt verdienen. Alleen al op warm water. Dat is 80 euro. En dan denk ik, nou, ik heb hier. Dankjewel. Een hele mooie watervarende douchekop. Een 7 minuten. Die gebruikt maar 7 liter per minuut. 7 liter per minuut. Ja, en die er nu op zit verbruikt meer. Voor u nog een tipje voor de bank. De radiator zit daarachter. Dus op het moment als je hem gebruikt, probeer aan die bank een eindje naar voren te halen. Want dan krijg je wel de warmte in de kamer. Je komt ook wel in huis, zeker bij winterdag. Dat de deuren naar de gang openstaan en de deuren naar de keuken. En dus eigenlijk vanuit de kamer ben je het hele huis aan het verwarmen. Trek je deur achter je dicht en het scheelt een derde van je verbruik. Doordat alles duurder is geworden, merk je nu ineens dat je wel veel verbruikt.